Een wetenschapper kijkt naar al het bewijs, ook naar het bewijs dat je oorspronkelijke idee niet ondersteunt en probeert daar dan van te leren. Heel veel complottheorieën die je terug kunt vinden op internet zijn echt gebaseerd op erbij geharkt bewijs en wat op een selectieve manier is verzameld. Complottheorieën, dat zijn vermoedens dat een groep mensen achter de schermen in het geheim samenzweert om kwaadaardige doelen te bereiken. Er is niet zoiets als de complotdenker. Een complotdenker komt overal in de samenleving voor, van jong tot oud, man en vrouw, hoog en laag opgeleid. Het is ook niet vaker onder mannen of vrouwen, dus er is, tussen mannen en vrouwen vinden we ook geen verschillen. Er zijn wel een aantal dingen die we vinden. Zo vinden we bijvoorbeeld dat het wat vaker voorkomt aan beide politieke extremen, dus zowel extreem links als extreem rechts, zie je wat meer complotdenken in dan mensen in het politieke midden. We vinden ze ook wat vaker onder etnische minderheidsgroepen die te maken hebben met echte problemen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan vooroordelen en discriminatie. Ik denk inderdaad dat crisissituaties in het algemeen complotdenken stimuleren. Het is echt een reactie op gevoelens van dreiging, op gevoelens van angst. En dat maakt, denk ik, dat die bedreigende situaties, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis, een enorme voedingsbodem kan zijn voor complotdenken. Complottheorieën ontstaan in het brein eigenlijk op een aantal manieren. Een heel belangrijk proces is dat het brein continu bezig is met het ontdekken van causale relaties in de wereld. En dat is ook heel goed, dat is heel nuttig, want er zijn namelijk ook heel veel causale relaties in de wereld. Soms kan het brein dus ook relaties gaan zien die niet bestaan. En dat noemen we in de wetenschap illusoire patroonherkenning. Gokkers, mensen die een gokverslaving hebben, dus vooral pathologische gokkers, die zien ook heel veel illusoire patronen. Hè? En dat maakt dus ook dat ze bijvoorbeeld denken van het is nu 5 keer rood geweest, nou moet het wel een keertje op, of 5 keer even, nou moet het wel een keertje oneven worden. Terwijl die kans op dat moment natuurlijk net zo groot is als alle andere keren. Een tweede eigenschap van het brein is dat we heel makkelijk intentionaliteit zien in dingen. Om een voorbeeld te geven, we hebben allemaal wel eens meegemaakt dat we op vakantie gingen en dan kwamen we aan op onze bestemming en het was de hele week alleen maar stortregen. Wat dan denk ik een hele natuurlijke reactie is voor mensen, en ik heb het zelf ook meegemaakt, is dat je dan boos wordt op het weer. Maar het weer heeft helemaal geen intentionaliteit. Het was gewoon botte pech of slechte planning kan. Maar het weer heeft gewoon geen intentionaliteit. Maar toch gaat het brein daar haast een beetje automatisch van uit. En wat er dus eigenlijk gebeurt is dat op het moment dat we bang zijn, dan gaat ons brein eigenlijk proberen te onderzoeken wat er aan de hand is. Gaat proberen te verklaren wat er gebeurt. En daarbij zijn mensen eigenlijk geneigd om van het allerergste scenario uit te gaan. Dat fenomeen heet in de wetenschap consequence cause matching. En dat betekent dat mensen het vrij moeilijk vinden om te accepteren dat een groot gevolg eigenlijk maar een hele kleine oorzaak kan hebben gehad. Je zag het bijvoorbeeld ook na de moord op Kennedy. Dat eigenlijk heel veel mensen het haast niet konden geloven dat zoiets groots, zo'n enorme gebeurtenis, en veroorzaakt was door zoiets simpels als één simpele schutter eigenlijk. Een kritische houding is heel belangrijk. Tegelijkertijd wordt het dan wel belangrijk dat je niet heel onkritisch complottheorie gaat aanhangen waar gewoon niet zo gek veel bewijs voor is. Waar je gewoon denk ik voor moet waken. En dat zie je heel vaak bij complotdenkers terug, is dat er geen tunnelvisie ontstaat, waarin je eigenlijk al van tevoren conclusie trekt dat er een complot moet zijn en dan heel selectief het bewijs erbij gaat verzamelen om dat idee te ondersteunen. Op zo'n moment ben je niet kritisch bezig, maar ben je eigenlijk gewoon bezig je eigen idee wat je toch al had te ondersteunen. Dat is ook een heel belangrijk verschil tussen een wetenschapper en een complotdenker, denk ik. Een wetenschapper kijkt naar al het bewijs, ook naar het bewijs dat je oorspronkelijke idee niet ondersteunt en probeert daar dan van te leren. Sommige complottheorieën blijken uiteindelijk waar te zijn. Een geëikt voorbeeld hiervan is Watergate. Die inbraak in het Watergate Hotel vond plaats in 1972 en Nixon is naar aanleiding ervan in 1974 afgetreden. Maar al in 1973, toen de schuld van Nixon nog helemaal niet bewezen was,
gonsde het al van de geruchten natuurlijk in de Verenigde Staten. Dat Nixon er misschien zelf wel eens wat mee te maken zou kunnen hebben. Dus dat was op dat moment volgens de wetenschappelijke definitie een complottheorie. Dus ik moet denk ik ook even duidelijk maken dat een complottheorie niet per definitie betekent dat het dus maar onwaar is. Een complottheorie is onbewezen. En op het moment dat die bewezen wordt is het geen theorie meer, maar een vaststaand complot dus eigenlijk. Ik denk ook dat er een heel belangrijk verschil is tussen implausibele complottheorieën versus daadwerkelijke incidenten van corruptie of complotten. Dat de methode van onderzoek doen heel erg kan verschillen. Kijk, bij Watergate was er, dat was het werk van onderzoeksjournalisten die daar gedegen onderzoek naar gingen doen en zich ook op goede bronnen hebben gebaseerd en uiteindelijk de waarheid aan het licht hebben gebracht. En ik denk dat de manier van onderzoek doen waarin je kijkt naar goede bronnen gebruikt en kijkt naar het hele plaatje, dat veel waarschijnlijker een veel betere manier is om de waarheid aan het licht te brengen.